Kiev. En we gaan erover praten met Yevgeny Levchenko. Er is een soort van wapenstilstand vandaag afgesloten... Ja, klopt. Tussen de oppositie en de president. Klopt. Ik denk een uur geleden werd gesproken tussen oppositieleiders en Yanukovych, de huidige president. En ze hebben akkoord bereikt dat vannacht wordt niet geschoten en wapenstilstand aangekondigd. Ja, laten we even kijken naar de beelden van vandaag. Нищити, палити, можна владців і добиватися справедливості. Now this is the last war. This is the last chance for us. If now we will fall down, everything will be broken. Только Янукович отвечает за убийство и террор против мирных граждан. И только он может это сегодня остановить. Я думаю, будет еще не одна атака. Янукович не сдастся. Это бультерьер, который хапанул кусок мяса. И выдрать будет не так просто. Is nou een verklaring te geven hoe het komt dat dit zo ontzettend aan het escaleren is eigenlijk? Ja, natuurlijk. Als je ziet hoe mensen met elkaar gesprek gaan, dan zie je absoluut geen opening op dit moment. Ik weet dat Yanukovych probeert gewoon zo goed mogelijk zijn macht onder zijn hoede te houden. Maar dat lukt niet altijd. En hij heeft op dit moment volle vertrouwen van Kremlin. En dat is op dit moment het allerbelangrijkste. Oppositieleiders gaan tot het einde. En mensen die voornamelijk op straat staan op dit moment, ja, die zijn bereid, hè. Ik heb vandaag met mensen gesproken, die zijn bereid om te sterven. Waarom zijn ze bereid om te sterven? Omdat zij willen onafhankelijk zijn. Omdat zij willen een land leven waar normale wetten zijn. Omdat zij willen een normale onderwijs, belastingstelsel. En gewoon een normale land leven. En dat is op dit moment absoluut niet het geval. Kan dat alleen bereikt worden als de president aftreedt? Ik denk het niet, hè? Want als president alleen maar aftreedt, dan breekt de hel uit. Het is op dit moment chaos, maar je moet op dit dat moment... Dat is wel wat de oppositieleider net vroeg. Hè? Die zei, de enige weg is dat de president terugtreedt, want anders blijft het geweld komen. Nou, ik denk dat het een andere weg is nodig in Oekraïne op dit moment. Ik denk dat macht van de president moet verspreid worden door parlement. Ja. En als dat gebeurt, dan heb je geen, tenminste minder dictatuur. En dat verwacht ik dat het gaat gebeuren op lange termijn. Maar is hij bereid om iets van zijn macht op te delegeren? Zo klinkt het toch niet? Ik denk het niet, want hij heeft een duidelijke boodschap gekregen vanuit Moskou, van Kremlin. Je moet op het einde staan en wij steunen jou volledig met geld. En als je ziet dat hij heel veel op dit moment heel veel ruzie maakt met oligarchen in Oekraïne... Dat kan hem heel veel, dat kan zijn kop kosten. Want die oligarchen die houden hem, dat zijn rijke, machtige figuren, die houden hem eigenlijk in het zadel. En op het moment dat ze dat niet meer doen, dan heeft hij niks meer. Tot een paar weken wel. Het is een hele belangrijke man die heeft hem aan de macht geholpen, Akhmetov. Dat is een man die heeft dat is de rijkste man van Oekraïne. Ja. En ik hoor dat op dit moment heeft Akhmetov gezegd: ik ga niet meer geld insteken. En volledige steun geven aan Yanukovych. En komt dat ook omdat deze man, die we dus hier nu in beeld zien, zo'n oligarch, getroffen wordt door sancties die worden aangekondigd of al zijn voltrokken vanuit Europa? Absoluut, absoluut. Je ziet dat steeds meer mensen boos worden van kleine en groot business. Die worden in principe door Yanukovych afgeperst, hè, min of meer gezegd. Dus je ziet op het plein ook ongure types, waarvan je niet precies kan plaatsen of die nou gewoon tot de oppositie behoren of tot misschien wel knokploegen. Wat zijn dat voor types? Dat zijn ultra-rechtse bewegingen. Hè. Die zijn volledig ongecontroleerbaar. Als je ziet wat zij willen en wat zij uitspreken,
Ze zijn absoluut niet met oppositie bezig. Zij willen gewoon echt zoveel mogelijk doden. Ja, dus zijn dat Oekraïners of zijn dat Russen? Meestal zijn ze Oekraïners. Dus maar de escalatie is ook in hoge mate aan die mensen te wijten? Ook. Zij willen absoluut dat deze regering gaat vallen. Hè? Maar zij willen ook geen dialoog voeren. Ja. En dat is het ergste. De mannen die Mark nu noemt, Russen, lopen die er ook rond om de boel op te stoken? Ja, absoluut. Er zijn genoeg Russen die rondlopen. En wat doen zij? Die hebben een duidelijke opdracht. Die worden volledig getraind om mensen in elkaar te slaan. En dat doen ze ook. Je kan genoeg beelden vinden op YouTube waar mensen met Russische accent gaan mensen in elkaar slaan. Gewoon om onrust te veroorzaken en de boel op te jutten. Op te jutten, absoluut. We hebben een stukje van de Russische televisie. Ja. Waarin precies, dat is niet echt objectieve televisie, waarin je precies het omgekeerde ziet beweren aan de hand van beelden van de gewonde van het plein. Количество раненых милиционеров в результате столкновений уже приблизилось к сотне. Стражи порядка привозят в ведомственный госпиталь. Многим помощь оказывают прямо в коридоре. У некоторых огнестрельные ранения. Боевики применяют пистолеты и винтовки, но стрелять в ответ силовикам запрещено. Их оружие – только светошумовые гранаты и резиновые пули. У них ножевые порезы. К этой минуте известно о 26 погибших. 10 из них – силовики. Экстремисты напали и на группу журналистов. Их машину блокировали, затем всех избили. А корреспондента украинской газеты «Вести» Вячеслава Веремея расстреляли. Позже он скончался в больнице. В правоохранительных органах опасаются, что число жертв может только увеличиться в ближайшее время. Путин телевизии? Absoluut, het is een verdraaide informatie. En ik weet zeker dat militie, dat is politie, zeg maar, die wordt volledig gesteund door de regering. En daar wordt zeker geschoten. En hier worden ze als een lievertjes neergezet, maar dat is absoluut niet zo. Het lijkt natuurlijk nu alsof de escalatie enigszins tot stand is gebracht door dit afgekondigde staakt het vuren. Is er nou een voor de hand liggend scenario eigenlijk? Het is heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar ik weet zeker dat op dit moment heb je nog grotere gat tussen regering, zeg maar, en mensen op straat. Ik zie absoluut geen makkelijke uitweg. Morgen komen natuurlijk een belangrijke mensen uit Brussel. Ja. En dat is heel moeilijk te zien wat gaat gebeuren. Ik denk dat Janukovic gaat een stukje toneel spelen en gaat zeggen... Oké, ik ga alles aan doen om dit conflict te laten rusten en niet escaleren tot burgeroorlog. Wat zouden die mensen, denk jij, die uit Europa morgen in gesprek raken... wat zouden die moeten vragen van Janukovic? Ik heb al eerder gezegd dat er moeten veel zwaardere maatregelen genomen worden. Sancties? Sancties bedoel ik. En die sancties, wat ik vandaag las op verschillende sites... dat zijn gewoon lachsancties, vind ik persoonlijk. Ja. Want alle gelden die heeft Janukovic verdiend... die gaat absoluut niet onder zijn naam... in Europa plaatsen. En die heeft pak een beetje het laatste jaar 3 miljard euro verdiend. Ja. En die gaat hij absoluut niet zomaar weggeven. Wat kan je dan wel? Wat is een sanctie die dan aan zou komen daar? Nou, dat is niet aan mij. Ik vind het persoonlijk heel moeilijk te bepalen. Maar je moet het wel veel meer druk uitoefenen, vind ik persoonlijk. En eigenlijk moet je minder met Oekraïne praten, maar wel met Rusland. En daar moet je juist de knopen drukken. Is het nog te voorkomen dat het land in tweeën wordt verdeeld? Ik denk dat het heel moeilijk wordt om land volledig geheel te houden. Op dit moment heb je al een grens door Dnipropetrovsk. Dat is de helft van het land. Behoort tot Oekraïne, tot Rusland en de andere tot Polen, zou ik maar zo zeggen, tot Europa. Ik denk dat Rusland heel graag wil dat het land uiteenvalt. Want dan krijgen ze een stukje van Krim en oosten van het land. En dat is het allerbelangrijkste geopolitische punt van Oekraïne.